Glenn, welkom. Stel jezelf eens voor. Ik ben dus Glenn, 23 jaar, afkomstig van het Leuvense, maar ik woon sinds kort in Hasselt. Ik werk in een kledingwinkel. Vertel eens waarom je hebt ingeschreven voor de verkiezing. Ik heb mij zelf ingeschreven omdat ik slachtoffer ben geweest van seksueel misbruik. En omdat daar eigenlijk heel weinig informatie over te vinden is en hulp en nazorg, wil ik daar een persoon voor zijn die dat een aanspreekpunt is. Oké, super. Dat is een heel mooi onderwerp. Heb jij ook nog broers of zussen of zo? Hoe is je thuissituatie? Ik woon momenteel dus alleen, maar ik heb nog een jonger broer en mijn beide ouders zijn nog samen. Oké, super. Ik heb nog een laatste leuk vraagje voor jou. Als je op zondag een uitgebreid ontbijt zou doen, wat ligt er op je bord en waarom? Dat is een croissant, yoghurt en fruit. De croissant is eigenlijk toch iets zoetig. En dan yoghurt en fruit voor het toch een beetje gezond te houden. Want ik let toch wel op mijn lijn en de vitamintjes zijn ook altijd welkom. En je zegt dat je op je lijn let. Ga je ook soms naar de fitness of doe je bepaalde sportactiviteiten om dat te onderhouden of niet bepaald? Als ik tijd heb, ga ik zeker eens naar de fitness, maar ik ga eigenlijk liefst dan al wandelen met de hond en dat zijn dan wel grote wandelingen. En naar de finale toe, ga je nu net iets meer naar de fitness gaan of ga je gewoon hetzelfde parcours aanhouden? Ik ga zien hoe in de verloop van de tijd, maar in het begin ga ik zeker gewoon hetzelfde parcours aanhouden. Oké, super, bedankt en veel succes met de campagne.